Ik ben Adil Shebli, sociaal beheerder in Vleutende Meren bij Stichting Welzaam. Ik begeleid stagiairs, zorg dat de veilige omgeving is in de buurthuizen en om de buurthuizen heen. Waar wij aan werken bij maatschappelijk stagiairs om hun sociaal contacten te bevorderen, dat ze snel contact kunnen maken met mensen, dat is ons hoofddoel. Ik ben Chanika Nwiriyasumon. Ik kom uit Thailand. Ik ben uitwisseling leerling voor een schooljaar. Wat ik doe hier allemaal is komen helpen met de kopje koffie en flessen halen van de kamer en brengen naar de koken en in de wasmachine doen. Droog maken, de stoelen en tafel goed opzetten en optellen hoeveel de flessen die hebben wij nog. Wat ik heb geleerd hier is hoe het werkt met mensen, met de baas en met collega. Maatschappelijk stage belangrijk te start omdat de meeste mensen in die leeftijd besteden de tijd meer met de computer. Als ze gaat hier doet, krijgt ze meer ervaring hoe het echte werk in de maatschappij.